Ben je scherp? Denk wel. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Amber en als je mij nog niet kent, ik zal me even kort voorstellen. Ik ben 15 kilo afgevallen in de afgelopen jaren en ik heb daarbij het een en ander fout gedaan. Ik wil jullie heel graag behoeden voor alle fouten die ik heb gemaakt. Dus in deze video laat ik jullie zien waarom de weegschaal je allergrootste vijand kan zijn. Dus niet de gouden standaard is en waarom je dus niet alleen maar puur van dat nummer uit moet gaan. Even een disclaimer, dit zijn fouten die ik heb gemaakt en dingen die ik heb ondervonden. En ik deel ze met jullie om jullie dus de tijd, moeite en heel veel tranen te besparen. Maar voor iedereen werkt natuurlijk iets anders. Dat wou ik even gezegd hebben. En dan laat ik wel eventjes doorgaan met de eerste reden waarom ik dus de weegschaal niet ideaal ben. De weegschaal die varieert altijd. Ook als jij precies hetzelfde zou eten, precies goed genoeg zou eten, hij varieert altijd. Waarom is dat zo? Nou, stel je voor, je hebt de avond van tevoren net een super lijpe workout gehad. Dan zitten heel je spieren vol met vocht, want een pump, weet je wel, grotere billen na een bilworkout. Dat idee, je houdt gewoon meer vocht vast, maar dat betekent ook dat de weegschaal dus net ietsje hoger uit kan komen. Zo is het ook dat als je bijvoorbeeld terugkomt van een vakantie, je heel veel koolhydraten en zout hebt gegeten meestal, heel veel vocht vasthoudt en dan vervolgens kom je dus terug, ben je 5 kilo aangekomen. Ja, even een paar dagen wachten voordat je op die weegschaal gaat staan, zodat het gewoon weer een eerlijk vergelijk is. Ook kan het variëren als je bijvoorbeeld net wel naar de wc bent geweest of net niet, of je nog van alles in je darmen hebt zitten. Al die factoren spelen mee in jouw gewicht en het is dus niet alleen maar een reflectie van hoeveel vet je hebt of hoeveel spieren je hebt. Daar kunnen heel veel dingen mee spelen, dus hou daar alsjeblieft rekening mee. Punt 2, vergelijk gewoon niet iedere dag met elkaar. Als je de ene dag 500 gram bent aangekomen, betekent dat niet dat je 500 gram vet bent aangekomen. Het kan dus gewoon even het verschil zijn met hoeveel zout je op je frietjes hebt gehad. Wat je wel zou kunnen doen, is om het vergelijk te nemen. Zeg dus niet, oh, ik ben nu zwaarder dan 3 dagen geleden. Maar zeg, oké, het gemiddelde van heel deze maand ben ik 1 kilo aangekomen met het gemiddelde van de afgelopen maand. En andersom. Op die manier kun je dus wel gewoon eerlijke vergelijken nemen. Je kunt dus wel regelmatig op de weegschaal staan als je dat chill vindt. Gewoon om een beetje een inzicht te hebben. Maar ga jezelf daar niet meteen op afrekenen. Als je bijvoorbeeld 1 gemiddelde per maand neemt en dat per maand vergelijkt, heb je een veel realistischer beeld. Dan zijn we alweer aangekomen bij punt 3. Zorg ervoor dat als je de weegschaal inderdaad gebruikt als een maatstaaf, dat je dan wel iedere keer dezelfde weegschaal gebruikt. Dus niet, oh, ik zit op kamers, dus de ene keer dan doe ik daar wegen, de andere keer bij mijn ouders. Elke keer dezelfde weegschaal en het liefste ook elke keer op hetzelfde moment van de dag. Dus bijvoorbeeld elke keer om 8:00 's ochtends. Dat het iedere keer wel hetzelfde is. Want over de dag heen kun je natuurlijk ook weer heel erg verschillen in hoeveel je weegt, want je hebt gegeten die dag bijvoorbeeld. Dus probeer altijd gewoon zonder kleren of in alleen maar een onderbroek bijvoorbeeld elke keer te wegen, zelfde moment, zelfde plek, ook niet de weegschaal te veel verschuiven. Gewoon helemaal alle factoren hetzelfde doen, zodat de enige factor die verschillend is, jij bent. Dat is het meest eerlijke resultaat. Je moet ook proberen om niet iedere dag op de weegschaal te staan, want dan kan je relatie met die weegschaal een beetje obsessief worden. Dus probeer dan bijvoorbeeld gewoon 1 keer per 3 dagen of 1 keer per week, dat je gewoon af en toe op eenzelfde moment een dag kiest. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, iedere keer op vrijdagochtend bijvoorbeeld. Dan weet je wel wat je over de tijd hebt gedaan, maar dan heb je niet dat je iedere dag erop gaat staan en dat getal het belangrijkste wordt van jouw dag. Ook een hele belangrijke factor is dat spieren zwaarder zijn dan vet. Op het moment dat jij wil afvallen en je gaat gezonder eten, maar je gaat ook meer trainen, dan zou het kunnen zijn dat je aankomt. Een heel goed voorbeeld daarvan is de documentaire die Will Smith net heeft uitgebracht. Hij ging heel erg fanatiek en heel erg overdreven trainen. Hij trainde in 1 week tijd 11 keer, wat dus superveel is. En vervolgens kwam hij aan. Hij was verdrietig, helemaal niet meer gemotiveerd. Hij dacht, ja, ik heb het verpest. Vervolgens ging hij het overdreven weer compenseren door 2 dagen bijna niets te eten. Het is gewoon niet haalbaar, niet realistisch. En op die manier ben je eigenlijk jezelf alleen maar aan het uitputten. En ook mentaal aan het uitputten. Want wat er eigenlijk gebeurt, als je 11 keer in de week traint, jouw spieren die raken voller met vocht. Dus daardoor weeg je meer, wat ik net zei van die workout. En bovendien, jouw spieren wegen meer. Je hebt meer spiermassa, wat dus je doel is van die workout. En de weegschaal gaat omhoog. En dan vervolgens reken je jezelf af van het feit dat jouw manier dus werkt. Dat, snap je? Dat is echt niet oké. Dus zorg ervoor dat als je heel veel gaat sporten, dat juist dan niet die weegschaal jouw enige manier is van meten. Maar maak bijvoorbeeld foto's tussendoor. Kijk hoe jij eruit ziet vergeleken met de foto's van een maand geleden. Dus ga dat meer vergelijken. Wat je ook zou kunnen doen is met een meetlint eventueel je middel of je spieren opmeten. En dan het liefste dat door iemand anders laten doen, want dan is het meest eerlijke.
En schrijf dat gewoon op. Ga andere factoren gebruiken dan alleen maar een weegschaal. Want die weegschaal die zegt echt niet veel. Bovendien heb je heel veel weegschalen waar ze beweren dat ze vetmassa kunnen meten en zo. Allemaal bullshit. Niet geloven. Niet op vertrouwen. Ik heb zelf ook zo'n weegschaal. Puur omdat hij dan het digitaal allemaal vastlegt. Maar it's not true. Bij zo'n weegschaal waarbij je dus als het ware vetmassa zou kunnen meten, gaat er gewoon een schokje zo snel mogelijk weer terug jouw lijf uit. Wat in de meeste gevallen dus betekent dat hij alleen maar door je benen heen gaat. En wat dat meet is niet je vetmassa, maar de weerstand van het vocht in jouw lichaam. Op het moment dat jij dus op een dag meer vocht vasthoudt, heb je ineens meer vetmassa. Dus ook dat is niet kloppend. En die weegschalen geven bovendien ook niet weer welke formule zij gebruiken om die vetmassa te meten. Dat weet je niet. Dus al dat soort dingen echt niet vertrouwen, gewoon niet doen. Ga gewoon uit van foto's, veel betrouwbaarder, veel eerlijker voor jezelf. En dan ga je ook niet jezelf blij maken met niks, maar ook niet jezelf afrekenen op niks. En als allerlaatste punt, en dat is misschien nog wel het belangrijkste punt, stop met zoveel waarde hechten aan dat getalletje op de weegschaal. Waarom is dat zo belangrijk in deze maatschappij? Het slaat helemaal nergens op. Als je kijkt naar bijvoorbeeld BMI. De meeste bodybuilders hebben overgewicht als ze kijken naar BMI. Er wordt daar met zo weinig factoren rekening gehouden. Ik krijg echt mega veel berichtjes van meiden die als de dood zijn om aan te komen. En die maar vragen van oké, hoe moet ik gezonder worden zonder dat het getal op de weegschaal omhoog gaat. Maar wat is er nou zo erg aan het getal op de weegschaal wat omhoog zou gaan als jij je gezonder gaat gedragen? Bedenk dat even in je hoofd. Je gaat gezonder leven. Je neemt gezondere dingen aan. Wat is er zo erg aan dat getal wat omhoog zou gaan? Ik haat het dat onze maatschappij daar zoveel druk op heeft gelegd. En ik weet hoe moeilijk dat kan zijn. Ik heb zelf precies hetzelfde gehad. En zoveel stress, zoveel gehuild om helemaal niks. Want momenteel weet ik niet eens hoeveel ik weeg. Ik zou het niet weten. Ik sta één keer in de zoveel tijd een keer op de weegschaal. Maar daar zit echt een marge van 3 kilo in bij mij. Ik weet het gewoon niet. En het boeit me niet. En ik zeg wel, het boeit me niet, want uiteindelijk als er te veel omhoog zou gaan, dan zou ik hem ook stressen. Omdat je dan bang bent dat je weer teruggaat naar waar je vandaan komt. Precies hetgene wat jullie mij ook aangeven. Maar let nou eens gewoon op je gezondheid in plaats van op het getal, op de weegschaal. Dat je gezondheid goed is, dat je een gezonde relatie met voeding hebt. Hou gewoon een beetje van jezelf. Is echt zo belangrijk. En heel veel mensen die benadrukken het gewoon niet genoeg. Ik zou zoveel liever gewoon een gezonde gezondheid hebben dan een 50 kilo wegen. Ik kan me niet voorstellen dat aankomen een erger iets is dan ongezond leven. Dat wou ik even zeggen. Oké, dat was het voor vandaag. Ik weet eigenlijk niet waar ik naartoe wilde met mijn verhaal. Maar volgende week weer een nieuwe video. Want I'm on a roll, you know. I'm doing what I can. Zoals je ziet achter mij heb ik een mooie kerstboom opgezet. En ik ga jullie ook wat tips geven over hoe je nou stressloos die feestdagen door kunt komen. Dus als je daar vragen over hebt, laat vooral een reactie achter. Dan neem ik ze mee. En als je mij wilt supporten, zou ik dat super lief vinden. Laat vooral een duimpje achter. En abonneer op het knopje hier ergens. Want dan wist je nooit meer een video van mij. Je hebt er ook een belletje voor, mocht je dat willen. En voor hele gezonde recepten en gezonde tips kun je me vooral volgen op Instagram en TikTok. Oké, dat was hem. Ik brabbel te veel. Bye!